Ja, dit moet het zijn. Hebben wij weer. Hey, als je nog eens iets hebt, meer. Nou ja, wat was het? Het was 1995 voor twee personen. Kon sowieso niet zoveel zijn, toch? Nou, kom. Laat die 1995 gewoon zitten. Kom, Chantal. Ja, dag. Ik laat me niet zomaar... Dames. Welkom. Christel de Vlaam? De voucher. Wil je niet weten waarom we er zijn? Vertrouw je me soms niet? Deze kaarten staan voor jullie verleden. Jullie hebben de dwaas gemeenschappelijk. Dat is iemand die jullie vertrouwde, een levendig persoon. Ja, lekker duidelijk. Zwaard 2 staat voor onbegrip en strijd. Wie had een conflict met iemand? Kelke 5. De persoon had pijn. Niet fysiek, mentaal. De dood. De persoon heeft het aardse moeten verlaten om tot een verlossing te komen. Saskia. Saskia? Welke Saskia? Saskia van Vleuten. Ons projectje uit de derde. Geloof je het zelf? De volgende kaarten staan voor jullie heden. Pentakels 3. Jullie hebben goed voor jezelf gezorgd. Aanzien verworven. Zij heeft ons genoemd. Let nou maar op, het begint net interessant te worden. De krachtkaart staat voor motivatie, zelfverzekerdheid. Jullie leven vraagt om bezinning. Het is noodzakelijk om bij jezelf te raden te gaan, om onrust te niet te doen. Oh ja, daarvoor hebben ze natuurlijk drank uitgevonden. Huh? De laatste kaart is het oordeel. Het gaat om het goed afsluiten van het verleden. Deze kaart is cruciaal voor de toekomst. Het is je laatste kans. Nou, dan weet ik wel wat we zo gaan doen, hè? Chardonnay. Ze heeft gewoon de verwarming niet aangezet. De gehangene? Het Rad van Fortuin. De duivel. Breng je voort uit het duister en breng je naar het licht. Laat niet jouw verleden mijn heden beheersen. Laat niet mijn toekomst zo duister zijn als jouw nachten. Ik begroet en omarm je met open armen en help je terug naar het licht. Zo moet het zijn. Staat voor uitstel. Jullie hebben te lang gewacht. Het Rad van Fortuin geeft aan dat jullie geen grip meer hebben op het oordeel. En het oordeel is in handen van de laatste kaart. De duivel. De duivel lijkt misschien appetijtelijk. Maar het is wolf in schaapskleren. Hij is fataal. Ja, ik ben een beetje klaar met deze onzin. Je weet toch wel van Saskia? Zij heeft ons genoemd in die brief. Wij hebben... Ja. Wij hebben haar flink te pakken genomen, ja. Oeh. We waren 16. Echt, flik het toch op. Ik ben hier echt klaar mee. Weet je, ik wil wijn. Nu.
Dankjewel. En 1995, hè? Kom op, hé. En voor mij de carpaccio. Een goed begin is het halve werk. Dat hebben wij wel verdiend.